Wat ik opmerkelijk trouwens vind, hier zit zonder das, terwijl we door de jaren heen jou altijd met dezelfde das erbij hebben zien komen. Ik had wel verwacht dat Nick, als die... ik was van plan om hem aan te doen. Ja, deze, ik heb hem nog steeds. Dit is toch een fantastische das. We hebben hem overal. Sjaal, inderdaad. Sjaal is het, man. Heeft je vrouw niet gebreid of zo, Dick? Die sjaal die kost duurder dan alle drie de kostuums hier. Ja? Die... Ah. Ja, wij denken het kan nooit duurder zijn dan het horloge van Gené. Dat is een krijgertje. Kijk, een speciaal cadeau voor jou. Is dat die wat van de week? Ja, dat denk ik wel. Je moet hem even openmaken, deze. Het is echt een bijzonder cadeau. Ze heeft die heb ik al gezien. Hard aan gewerkt. Tina van Wollywood heeft er hard aan gewerkt. Echt heel hard. Kijk even mee. Dit is wie? Echt... Hey, Tina van Wollywood. Wollywood. Wie is dat? Ja, weet ik niet. Staat hier. Wat is het? Je hebt de hele nacht zitten breien, deze dame. De hele nacht. Ah, nieuwe sjaal. Ja, een nieuwe sjaal. Ah, mooi man. Ja. Een adem sjaal. Ja. Dit is het. Dan moet je afkomst doodvlogen, hè? Nee. Maar toch had je hem liever met die rode kleur er ook nog bij willen hebben, begrepen? Ja, die ADO-kleuren zijn mooier, hè? Als ze wel eens in die oude ADO-shirt spelen. Voor de beker. Kijk naar de uitenis van ADO. Ja. Die zijn mooi. Ja. Heren, hallo. Kijk, als je daaraan komt, heren. Nou moeten we oppassen. Hey, Co. We moeten naar dat even de slappe gelul stoppen. Ja. Schrijf eruit, joh, jij. Kom er nou, hè. Nou, zolang dit is de hoogste tijd voor de B-sporten. Ja. Wij moeten Dick ontzettend bedankt dat je hier was. Dank je wel. Maar je bent altijd weer welkom. Ik weet dat je het niet zo graag wil doen, maar daarna is het alleen maar makkelijker worden. Je bent er echt geschikt voor. Ja, je bent echt geschikt. Je had nooit trainer moeten worden. Je had niet moeten doen. Dames en heren, maak een enorm applaus voor Dick Advocaat. De meest succesvolle coach uit de historie van het Nederlands voetbal.